Het begint echt kouder te worden buiten. Dat merk ik ook. Door mijn huid begint iets droger te worden. En ik moet handschoenen aan. Dus ik dacht, het is weer tijd voor een beetje een lekker soepje. En aangezien het nog geen winter is, heb ik vandaag weer een herfstsoep. En hij is heerlijk gevuld met groenten. Maar toch ook weer, ja, gewoon met van alles. En champignons, linzen. Echt heel erg lekker. Tenminste, dat vind ik. En ja, dat recept wilde ik jullie graag laten zien. Ik heb de soep zelf bedacht. Het is mijn eigen recept. En laten we beginnen. Oké, wat heb je voor de soep nodig? Je hebt 4 blokjes groentebouillon nodig. Je hebt een klein beetje cayennepeper nodig. Je hebt 2 theelepels komijnzaad nodig. 1 ui. 3 wortels. 1 rode paprika. 6 teentjes knoflook. 1 blikje van deze linzen, een beetje zout en 150 gram champignonnetjes. Als eerste ga ik de ui snijden. Ik heb alvast de schil eraf gehaald en de kontjes. Dus ik kan in een bakje. Oké, en daarna pak ik mijn knoflookjes. En die ga ik eerst eventjes de kontjes eraf snijden en van de schil bevrijden. Wat je nu doet is je gaat de knoflook heel erg klein snijden. Mocht je een knoflook, zo'n knoflookpers hebben, is natuurlijk helemaal ideaal. Maar mocht je die niet hebben, dan kun je ze ook gewoon heel erg klein snijden. Zo, de knoflook die is fijn gesneden. En we gaan verder met de volgende stap. En daarna komen de champignons. En de champignons die gaan we ook eventjes... Zo. Oké, de champignons zijn gesneden, dus die doe ik nu eventjes in een kommetje. En dat zijn de wortelen. Ik ga ze even, ja, eerst de kontjes eraf. En dan ga ik ze nu eventjes schillen. Oké, deze gaan we als eerste even in de lengte doorsnijden. Dus de wortel die heb ik door de lengte zo door midden gesneden. Zo. En dan snijd je hem nog een keertje door de lengte. Zo. En daarna kun je er kleine blokjes van snijden. Zo, en als die in blokjes zijn gesneden, kunnen die ook in een bakje. Ik ga de paprika eerst eventjes wassen. En daarna snijd ik hem eventjes rond de kern. Zo, deze kan weg. Oké, en die kunnen ook weer in een bakje, de paprika. Nu heb ik alle ingrediënten gesneden. Breng nu 2 liter water aan de kook. Oké, wanneer het water kookt, dan kun je de bouillonblokjes eraan toevoegen. Dus dat doe je ook, zo. En dan roeren we het eigenlijk gewoon totdat het is opgelost. Ik doe de deksel erop. En dan ga ik verder met de volgende stap. Oké, warm wat olijfolie op in die pan. Zo.
doe je de uitjes erbij. En die laat je eventjes glazig worden. Wanneer de uien een beetje glazig zijn, doe je de champignonnetjes erbij. Zo. En ja, die laat je gewoon een paar minuutjes eventjes zo met elkaar pruttelen. Oké, wanneer de champignons een beetje bruin zijn geworden en een beetje gaar, zoals nu, dan het vuur van de allerhoogste stand even naar de middelste stand. En dan doe je de linzen erbij. Dit zijn geen verse linzen, maar die zijn al een beetje voorgekookt. Dus deze hoef je niet 5 minuten lang te laten bezig zijn. Dus gewoon eventjes doorscheppen eigenlijk. En daarna doe je de knoflook erdoorheen. En die doe ik eigenlijk op een van de laatste momenten, want we willen niet dat de knoflook bitter wordt. Dat gebeurt namelijk als je hem te lang door laat bakken. Het is wel lekker als de knoflook gewoon zijn smaak behoudt. Zo. Vervolgens schep je dit mengsel eventjes in een bak. Nou ja, bak. Dat klinkt zo lomp. In een kom. Zo. En dan zet je de soep weer op het vuur. Zo. En dan voegen we het mengsel toe. Zo. Eén voor één. Het hoeft niet gelijk kwak erin, maar gewoon schepje voor schepje. Zo. En hier voeg je de paprika aan toe. En de wortel. Oké, en dan doe je de soep, die laat je eventjes een kwartiertje sudderen. Zo. En dan kom ik een kwartiertje weer terug. Ik zei geloof ik een kwartier, maar ik bedoel, ja, ik heb toch maar 10 minuutjes gedaan. Dat blijkt toch wel genoeg te zijn. Oké, nu kan de komijn er doorheen. Zo. En een heel klein snufje cayennepeper. Oké, ik heb hem. Ja, hij is goed. Hij is klaar. Oké, ik ga de soep even serveren. Geworden. Ik ga het dus proeven. Ik geniet echt enorm van mijn soep. Ik vind hem echt verrukkelijk. Echt heel erg lekker, sorry. Een heerlijke herfstige smaak. Ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En zie ik je bij de volgende video. Doeg!